15% van de ambtenaren dreigt geen loon meer te ontvangen omdat zij zich niet heeft geherregistreerd of geregistreerd. Dit kwam naar voren tijdens de spreekbeurt van minister Brunto Somohardjo gisteren in de Nationale Assemblée bij de behandeling van de wijziging van de personeelswet. Volgens recente data is ruim 85% van de ambtenaren geregistreerd. De bewindsman benadrukt dat zijn departement iedereen uitvoerig de mogelijkheid heeft gegeven om zich te registreren. 3 maanden, een maand extra verlenging. Mijn geachte lid Sampi vraagt nog een extra maand verlenging. Via internet kan je registreren, fysiek. We gaan met mobiele units naar je toe. Met alle respect voor de heer Tsang, maar ik vraag me af waarom je niet zou registreren. Wat heb je te verbergen als je niet zou registreren? Voorzitter, alle landsdienaren hebben rechten en plichten. U ook, heer Tsang, want u bent ook landsdienaar. Een van deze plichten is te voldoen aan de VLDR. De wet zal worden toegepast nadat deze in werking is getreden. Oorspronkelijk, voorzitter, zou de registratie duren tot en met 31 december. Op verzoek van uw geacht college is deze registratie verlengd tot en met 31 januari 2023. En we kunnen naar de mogelijkheden kijken wat de heer Sampi heeft gevraagd. Maar geeft u mij daar de tijd voor om samen dat met de anderen te bespreken. Somohardjo benadrukt dat binnen de verplichte landsdienarenregistratie rekening gehouden zal worden met mensen die door gewijzigde beleidsinzichten thuis zijn gezet. Dit is het voordeel van het landsdienaar zelf. Het personeel digitale informatiesysteem levert ook een bijdrage aan een betere overheidsbeleid en planning. Voorzitter, het doel van de registratie heb ik al aangegeven. Voorzitter, als verantwoordelijke regering gaan wij nimmer zaken vaststellen die in strijd zijn met de grondwet en internationale verdragen. Voorzitter, ik hoor het geachte lid Jones zeggen, hij is er voor de ambtenaren. Wij zijn dat ook, voorzitter. Maar de vraag is, ben je er voor die 85% die wel loyaal aan het werk komt, die wel hard zijn werk doet, of ben je er voor die 15% die niet eens de moeite doet om te werken? En dan weet ik ook, voorzitter, als geen andere, dat er mensen zijn die willen werken, maar die politiek of voor gewijzigde beleidsinzet of woede ook door mij, zijn thuisgezet. Verder benadrukt Somohardjo dat er haast gemaakt moet worden met de verplichte landsdienarenregistratie, omdat hij graag heeft dat in januari 2024 de overheid beschikt over een personeel digitaal systeem. Hiermee zullen rechtspositionele zaken effectiever en efficiënter kunnen worden afgehandeld.